Wat is roos? Wat is roos? Wat je vast hebt is toch een roos? Niet. En wat dit is dat dan? Een bloem. Een bloem? En, de, ja. En een roos is geen bloem? Nee, proost. En wat proosten jullie dan op verliefd. Op verliefd? Ja, en trouwen. 100.000 miljard, 100.000 miljard. Ze lijkt echt heel veel op Sam, hè, met de 100.000 miljard. Nou, kom. Maar even voor de duidelijkheid, jullie gaan wel trouwen. Ja. Jullie gaan 3 kindjes maken, van eentje Force, eentje Bieber en eentje weet je nog niet. Maar jullie gaan niet kussen. Nee. Nee, dat gaat echt te ver. Hij is zijn schoenen nog niet aan, jongens, maar kijk eens, wat een stoere man. Oeh! Sam, wat ga jij doen? Wie gaan we ophalen? Met Katie op date. Met Katie op date? Ja. Wie is Katie dan? Mijn vriendin. Het is nu bijna Valentijn. Hm. En hij gaat nu Katie ophalen. Ja. Katie weet wel dat wij langskomen. Ja. En dat ze er net uit moet zien, maar ze weet ook niet wat we gaan doen. Nee. En waar gaan we heen? Weet je dat ook? Op date. Op date. En waar gaan we op date? Tivoli. Ook in de winter is Tivoli gewoon geopend. Is er ook van alles te doen, dus daar gaan we heen met Katie. Ja. Heb je er een beetje zin in? Super zin in. Want we hebben super, ook nog... super. Ja, want we hebben ook nog... Ja, wat is dit? Cadeautje. Regel nummer 1, je mag een vrouw nooit laten wachten. En we zouden er 9:15 zijn, en hoe laat is het? 9:15. 9:15, Sam, we zijn te laat. Jas aan ze. Stress! Oh, laat eens zien. Kijk eens. Man, die roos is wat groter dan jouw jongen. Nee, kijk. Oh ja, nee, jij bent nog wel groter. Sam, heb je mooie kleren aan? Check. Heb je mooie schoenen aan? Check. Heb je haren netjes? Check. Heb je een roos? Check. Cadeautje? Check. Heb je een luchtje op? Check. Nee, je hebt geen luchtje op, toch? Nee. Luchtje op? Check. Normaal moet je zeg maar een mooie parfum of wat dan ook, maar wij doen gewoon een flesje deo spuiten. Zo. Hij ruikt lekker, papa. Ja, maar hij moet toch niet naar deo ruiken, hij moet naar roos ruiken. Nee, naar deo. Nee, naar roos. Wat is roos? Wat is roos? Wat je vast hebt is toch een roos? Niet. En wat is dat dan? Dit is een bloem. Een bloem? En, en een roos is geen bloem? Nee. Nou jongens, en hier is het vriendinnetje van Katie. Nou Sam, kom hierin. Sam, kom. Nee, nog niet kijken. Ja, en kijk maar. Hey Sam, wat hadden we afgesproken? Wat zeg je dan tegen de dame als je mee op date gaat? Wat ziet er mooi uit. Wat ziet er mooi uit? Ik hou van rozen. Zijn mijn lievelingsbloemen. Nou Sam, wist jij dat? Nee. Oh, dan heb je een goede beurt gemaakt, hè, jongen. We hebben eigenlijk nog een beetje heel slecht nieuws voor Katie. Hè? Je hebt het net al gezegd. Want wie gaat er stoppen met judo? Ik. Ja, jij vindt het niet meer zo leuk, hè? Nee, maar ik wil die wel staan doen. Kipboksen! Kipboksen? Geen kickboksen, maar kipboksen. Dus hoe werkt dat dan, kipboksen? Dat zijn allemaal snoep. Dat zijn zo, doe ik kip. Ja, nou, dat lijkt me een hele leuke sport. Ik weet niet of het een heel diervriendelijke sport is. Wat is jouw lievelingsdier, Katie? Paard, varken. Ja, en vallen. En Sam, wat is jouw lievelingsdier? Edelen en een paard. En een paard. Dus en mijn lievelingsdier is ook een schaap. Een schaap? Hoe moet je dan met een schaap? Oh, dat vind ik leuk. Dat is lekker voor de zwammen. Kan je lekker zwammen van maken? Nee. Weet je met wie ik altijd wil trouwen? Nee. Ik wil met jou altijd trouwen. Ik ben blij. Ja, want jij bent weer verliefd op mij. Dat kan toch niet? Je moet eerst heel groot worden, toch? Of Je moet eerst heel groot worden, maar kan het dan wel? Ja. Dan kan het vast. Maar en Sam? Misschien zouden we dan stoppen met liefde, toch? Misschien ga je dan staan. Dat weet je niet. Lekker romantisch, ja. Sam. Want we zijn wel een keertje toen we nog ik in groep 2 en hij in groep 1 gingen kussen. Huh? Ja, dat gingen wij kussen. Pardon? Nee. Pardon, hebben jullie gekust? Ben je ook echt verliefd, Sam? Ja. Ja? Oh, wat schattig, hè? Wat vind je eigenlijk allemaal leuk aan Katie? Hoe Katie heel grappig is. Ja, en dat is ook echt wel wat jij zoekt in een meisje, hè? Iemand die heel grappig is en een beetje gek is eigenlijk ook. Niet dat Katie gek is. En Katie, wat vind jij nou wat vind jij leuk aan Sam? Ik vind hem lief en heel grappig. Lief en heel grappig. Ik ook. Heb je er een beetje zin in? Ja. Nou, pak elkaar zijn handje en dan komen we lekker samen naar binnen. Oh, daar gaan ze hoor. Papa, ik kan ook weer in. Jij bent bijna als begeleider van Sam erin. Bijna. Ik ben er gewoon.
Het kasteel waar Sam en Katie later gaan wonen. Drie. Oh, dus hier gaan jullie wonen? Oh, jij gaat de cake snijden? Nee. En Katie en Sam gaan samen uit eten. Ze zijn nu de cake aan het snijden. En dan kan je niet eten. Een stukje voor Sam. Een stukje voor Katie. Oh, ik zie al wel een stukje voor wie is. Oh, dus jij neemt die en jij neemt die. Dat is lekker eerlijk, ja, Katie. Katie, wat vind je eigenlijk leuk aan Sam? Ik vind hem grappig. Grappig? Ja, dat is zeker. We doen vaak samen dingetjes. Ah, Sam, en wat vind jij grappig aan Katie? Katie wel heel grappig doet. Dat ze heel grappig doet? Ja, en Katie zo... Dat doe ik zitten! Hé, hey, luister eens. Eén ding hebben jullie echt gemeen, dat jullie hetzelfde hebben. Jullie zijn allebei zo gek als de deur. En we hebben hetzelfde klaar. Ja! Nou, alleen jouw haar is iets langer. Ietsje. Ja, dat is voor altijd voor meisjes. Hè? Oh! Hé, hey, maar luister, door al die cake heb ik wat trek gekregen in echt cake. Jubie. Zullen we kijken wat het te eten is? Ja. Kom, het is tijd voor jullie uit te eten. Nee, het is snoepjes, man. Ja. Nou, en dan zitten ze met z'n tweeën aan een tafeltje. Ja. Wat gaan jullie doen, jongens? Eten. Eten en dadelijk spelen. En natuurlijk spelen, hè? Ja. Ik wil een poephamper. Katie is de ideale vriendin voor jou, man, met de poepfase. Wij hebben een raketijsje. Huh? Oh ja, dan ga ik naar drie van jou. Ja, drie ijsjes. Sam, je gaat ontbijten. Waar zit jij naar te kijken naar ijsjes? We moeten echt ijsjes. Ik koop raket met friet en poffertjes. Oké. Okay. Ik koop poffertjes en friet. Oké, okay, nou dan ben ik de ober. Goedendag, mevrouw. Jij hebt geen eten. Nee, maar ik kom maar jullie bestelling opnemen, want dat doen obers bij een restaurant. Goedendag, ik zal me even voorstellen, ik ben uw gastheer, meneer De Bakker. Hey. Meneer De Bakker, goedendag. Ja. Jullie zijn op date samen? Ja. Ja, oké. Okay. Willen jullie graag jullie bestelling doorgeven, dan ga ik die maken. Oké, okay, ja. Ik wil kroket met frietjes en poffer. En ik wil poffertjes en frietjes en met curry. En curry. Poffertjes met curry. Oh. Dus de ene wil poffer en de andere wil poffertjes met curry. Ik ga jullie de bestelling even maken. Wow. Hallo. Een kroketje. Ja. Kipnuggets. Ja, jij hebt het betaald met kipnuggets, hè? Ja. Ja? Ja. Zou ik voor jou daar een heel gek zijn? Ja. Hoe lang duurt het wel? Zo jaren. Sam wordt ongeduldig. Nou, eet smakelijk, mevrouw. Dank u. Eet smakelijk, meneer. Ja, dank u. Proost. En waar proosten jullie dan op? Op verliefd. Op verliefd? Ja, oh. En trouwen. En trouwen. Misschien krijgen we nog later een kindje. Kunnen jullie ook samenwonen dan als jullie getrouwd zijn? Ja. Mm-hmm. En waar op een boerderij of een villa of een... Wat zijn we dan morgen? Of een boomhut. Ik zeg paterij dan. Ik weet het, boerderij. Oh. Met dieren, alle soorten dieren. We laten niet de slager de varkens. Ja. Die gaan niet slachten? Nee. Die laten alleen leven. Nee, alleen. Alleen drol. Als jullie later een baby krijgen, hoe gaan jullie... Moet het een jongetje of een meisje worden? Een jongetje en een meisje. Ja. Oké, okay, en hoe gaat... Als een meisje heel haar heeft, noem haar... Bibi. Bibi? Nee, bij mij Force. Force. Je gaat je baby toch een Force noemen, maar gek. Maar dat is wel een jongen. Wel een jongen, oké. Okay. Dus als een jongetje is Force en als een meisje is Bibi. Dus voor de twee kindjes worden het? Nog één kindje. Eén kindje denk ik erbij. Oh, oké. Okay. We weten nooit of je wil krijgen, ik. Uh-huh. Maar we gaan er echt zo later, maar zonder kussen. Wat zijn dat? Zonder kussen. Oké, okay, dus even voor de duidelijkheid. Jullie gaan wel trouwen. Ja. Jullie gaan drie kindjes maken, van eentje Force, eentje Bibi en eentje weet je nog niet. Maar jullie gaan niet kussen. Nee. Nee, dat gaat echt te ver. Dit heb ik zelf voor jou gemaakt. Maak het wel open, hoor. Oh, krijg je gewoon een getekening van Katie? Waarom moet deze wel open dan? Trekken. Trekken. Schudden. Moet je schudden. Nee. Dat is super. Ja.
Hoeveel hartjes zijn dit? Kijk eens, kijk eens, wat zijn dit? Kusjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gaan die 18 kussen me geven? Nee. Nou, wat verwennen jullie elkaar. Oh. Mommy. Wil je het nog een keer open? Nee. Wauw, hij is super mooi hoor. Ja. Huh? Oh. En de F. Ja, love. You. En dat betekent? Ja. Love you. Hou van jou, liefde. Oh. Een kusje. Toch? Jij wil gewoon stiekem wel kusjes van haar, hè? Tadaa! Oh. Ik vind het als vader zo schattig. Ik vind het zo lief. Wat is ook echt eten? Chocola. Sam, maar jij houdt ook niet van chocola? Altijd. Ik ben een poesje, jij bent een zoontje. Oké, nou dat is duidelijk. Kan ik het voorlezen? Ja. Sam, wat jij zelf maakt. Sam, jij bent heel lief, hoor. En... wat staat hier? Je hebt het zelf geschreven. En toch? Toch ook 10 hartjes. En 10 hartjes is je krijgt 18 kusjes. 10 hartjes. Vind je het leuk? Ja! En jongens, kijk eens daarachter. Daar zijn ze met z'n tweeën lekker aan het eten. Zo'n eerste echte officiële date. En we zijn hier zo dus in Winter Tivoli. Het is nu nog lekker rustig, want we zijn heel vroeg gekomen. Zo denk ik wordt het wel druk. Maar voor nu is het wel even lekker voor hun. Dan kunnen ze even lekker rustig met z'n tweeën genieten. Kom, we gaan naar de bellenshow, jongens. Oh, yeah. Hallo, jullie zijn samen op date. Dan moeten jullie niet mij lopen vervelen. Oh. Ah. Ah. Sam, je schopt me, man. Hey. Ah. Kijk, we romantisch samen. Ik wil hoor. Nee, niet samen. Ik sta voor. Dat is toch niet romantisch, man? Man, met naar beneden. Nu kunnen jullie alle drie rijden, als goed is. Ja, yes. Bedankt, hoor. Ja, tuurlijk. Snij je vrouw af. Maar niet uit, Sam. Oh, haal erin, Sam. Haal erin, haal erin. Maar jij staat nu achter, Sam. Of sta ik voor? Ik sta binnen. Ik sta voor. Ik weet niet of het heel veilig is. Sam en Kate samen in de auto. En nu gaan wij een ijsje kopen. Ja? Wat voor ijs ga je nemen? Alles maken. Wie? Alles maken. Alles maken. Alles maken, maar dan wil ik hoeveel tegelijk van 100. 100.000 miljard, 100.000 miljard, 100.000 miljard, 100.000 miljard. Ze lijkt echt heel veel op Sam, hè, met de 100.000 miljard. Nou, kom. Hallo, mag ik jullie? Wil jullie? Ja, ijs. Ik wil regenboog ijs, alles maken. Heel, en hoeveel? 100.000, 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
Van de Noordpool dus. Kijk, dit magische bellenwater is helemaal rond. Wat is er aan de hand? Je vindt die mevrouw vind je een beetje eng. Waarom? Kijk, wat, ik wist het niet, maar kijk, als ik zo doe, let op, kijk, ga ik hierheen. En wie staat er dan nog steeds achter mij? Kijk, als ik nou hierheen ga, staat hij nog steeds achter mij. Oké, probeer. De allergrootste die er is, Katie. Ja. Ja, 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 ja. Oh! En lukt het met de grote bellen? Oké, nog één keertje. Woe! Oh, Katie! Ja, ja. Oh, wow! Oh, ja, wow! En als je een beetje op de vlucht gaat, dan gaat het. Oh, my! Woe! Kijk, en die bellen heeft Katie gewoon gemaakt.
Wow, Katie! Wat? Oké, we gaan nog even kijken naar de show van Tiffy. En dan is het tijd om naar huis te gaan. Tiffy? Toffy? Toffy? Tiffy? Toffy? Toffy? En dan mag veel harder, hè? Tiffy? Toffy? Wat is dat? Sneeuw! Nee, dat is sneeuwman. Hoe vond je de show van Tiffy? Superleuk! Ja, was die leuk? Was grappig? Sneeuw was van zeep, hè? Was dat zeep? Ja! Was er geen echt sneeuw? Nee! Worden wij hier gewoon blazen? Ga je nog een keer samen daten of hebben ze even? Nee, dit was echt de laatste keer. Ja! Wat moeten mensen doen als ze nog geen abonnees zijn? Abonneren op een beetje, duimpje en duimpje omhoog! En een reactie, want dat vinden we ook leuk, hè? Eigenlijk. 130 miljard. 130 miljard. 130 miljard. 130 miljard. 150.